Ons volgende gast is de founding father samen met een aantal anderen van een van de meest bekende webshops van Nederland, Coolblue. Zeer snel groeiend. Ik zag hun groeigrafiekje, dat leek net een soort exponentiële grafiek aan het worden. 2015 naar de 555 miljoen euro omzet. Een groei van 54%. Nou, niet slecht. We zijn heel benieuwd naar het geheim en ook wel waar de tipping points waren. Wanneer hij, dit begint echt aan te slaan en wat is het geheim? Stel vooral vragen, maar geef hem eerst even een applaus. Geef hem een applaus namelijk Pieter Zwart. Pieter, kom naar voren. Yes, sir. Hoi. Goed je te zien, welkom. Hoi. Wat voelt het lekkerst, zit of staan? Ik weet niet, zitten. Zitten, oké. Goed, zitten. Pet, kom erbij als je wil. Hoi allemaal. Dit is Pieter, hoi. Ja. 555 miljoen. En ik zie een soort exponentiële grafiek. Dus wanneer wordt het miljard aangetikt? Goeie vraag. Ik denk als je 12 maanden vooruit kijkt. Stel het jaar zou vandaag beginnen. Dan is de komende 12 maanden bij elkaar opgeteld zo'n miljard zijn. En waarom weet je dat zo zeker? We hebben vrij goede predictive analytics binnen Coolblue. Dat is natuurlijk een van de geheimen van de Smit. We gaan een beetje proberen zo goed mogelijk statistisch in de toekomst te kijken. En de modellen zeggen dit zo ongeveer. Ja, dan geloof jij dat toch? Ja, daar sturen we op. Ja, ja dat snap ik. Hey, Patrick, wij zaten hierover na te denken. En wij dachten van, Coolblue is al lang geen start-up meer. Je probeert misschien wel die cultuur nog vast te houden. Dat weet ik niet, daar mag je iets over vertellen. Maar wanneer dacht jij, fuck, dit gaat lukken. Hier begint echt iets te lopen. We hebben iets te pakken. Nou, dat is best wel lang geleden. Ik denk dat Coolblue is eigenlijk begonnen eigenlijk als een beetje studieontwijkend gedrag. En we hadden gewoon tentamens die we moesten leren en daar hadden we gewoon gezin in. Dus nou ja, in ieder geval we zijn vooral iets gaan doen waar we vooral niet voor hoefden te gaan studeren. Want we studeerden toen nog. En we hadden toen een website gemaakt voor wat je nu mp3-spelers noemt. Maar wat toen nog geen naam had, gewoon apparaatjes waar een mp3-bestand op kon afspelen. En die kon je nog nergens kopen in Nederland. En die website, dat stelde ook echt geen pepernoot voor. Het waren drie producten die we aanboden. En de een was nog duurder dan de ander. En die website die was er. En na drie dagen was er iemand die wilde er wel eentje hebben. Nou, dus dan in ieder geval een klant. Dus dat was level 3. Level 3 was dat, ja. Je had een mooi Engels woord ervoor, maar in ieder geval wat een klant. En een week later hadden we nog een klant. Dus toen wisten we één ding, hier gaan we nooit rijk van worden. Maar dat gaat niet hard genoeg. Dus nou, als we dat doen voor mp3-spelers, moeten we dat ook voor een andere productgroep doen. En toen zijn we om ons heen gaan kijken. Er waren de zakcomputertjes net op de markt, van die Psiontjes, van die Palmpjes. En daar hebben we toen een PDA-shop voor gebouwd. En dat was gelijk 3 bestellingen per dag. Dus dan hadden we het gewoon druk mee. En precies op dat moment dacht hij, dit zou kunnen gaan werken. Ja. En sindsdien zijn we eigenlijk altijd verdubbeld iedere 20 maanden. Dus best wel grappig. Dat is de grap van exponentiële groei. Dat lijkt altijd alsof dat in het laatste stukje gebeurt. Ja. Maar dat is de essentie van exponentiële groei. Dat is de definitie van exponentiële groei. Ja. Dus het lijkt alsof het steeds harder gaat, maar dat is relatief gezien niet zo. Want het gaat al eigenlijk redelijk constant. Ja. Maar wat is er moeilijker, zeg maar, van 1 naar 10 gaan of van 10 naar 100? Ieder schaal kan zijn eigen uitdaging, zijn eigen optima of optimums. Het grote nadeel is van steeds groter worden de oplossingen en de lead time die je nodig hebt om een oplossing te verzinnen, die neemt natuurlijk steeds verder toe. Was het vroeger gewoon even een uurtje langer doorwerken, moet je nu toch echt een jaar van tevoren verzinnen dat je nog 30.000 magazijnmeters extra erbij hebt. Tegelijkertijd, dus dat is enerzijds complexer, aan de andere kant is het ook weer makkelijker, want je kunt namelijk gewoon goede mensen aannemen, je hoeft het allemaal niet meer zelf te verzinnen. Dus dat is een beetje de crux. Ja, oké. Okay. Pet, ik zag jouw presentatie, jij hebt wat foto's ook mee, et cetera. Kun jij even kijken of die snel naar voren kunt tonen? Ja, kijk of jij kunt tonen. Even een kijkje bij jou binnengenomen. Maar die vraag die ik nog had voor jou is, dit is volgens mij uit het Sinterklaasfilmpje. Hoort dat erbij, zeg maar, dat soort grappen en grollen? Dit was het Sinterklaasfilmpje waarin je zei, wij worden overgenomen door een buitenlandse partij. Nee, komt uit Spanje. De merkessentie van Coolblue is alles voor een glimlach. Dus grappen en grollen hoort er zeker bij. Er werken ook veel mensen met humor bij Coolblue. En dit is echt een uit de hand gelopen prank.
die ik intern had gedaan bij, bij Joost en Eva. Dat zijn nou, mensen met wie ik veel spar over het merk. Dus ik had ze in mijn kamer geroepen. En zo, Joost, ga even zitten. Weet je, even zitten. Joost vindt het moeilijk om te zeggen, maar Coolblue is verkocht. Dus ik zag echt zijn gezicht. En ze gaan, dat vond hij niet leuk om te horen. Ja. Echt zo van, ook een beetje verwijtend zo. En dat vertel je me dan zo, ja. Zo weet je wel, hoezo dit? Weet je, is een beetje van, we deden het toch samen en ja. Wat flik je me nou? En toen zei ik er ook bij van, ja, voor een miljard. Pepernoten, zei ik toen. En dat was toen een wijze goede grap. Ik heb Joost de kaart om lachen. Joost bleef zitten, even in mijn kamer gehaald. Nog een keer. Even gaan zitten. Precies dezelfde grap, nog een keer. En Joost moest echt gierend hard lachen. Ik dacht, oké, dit gaan we nu even groot doen. Want als dit, in deze dynamiek werkt het ook veel in Nederland. En de volgende dag hebben we dit filmpje opgenomen. Echt zo stom is het. En wat echt ontzettend leuk is om te vertellen. Ik weet niet of je dit filmpje hebt gezien. Maar dit was zo belachelijk effectief. Want iedereen ging hierover praten. Dus in plaats van dat we zelf een social media grapje bij hadden, was het in één keer, ja, het was echt... Zelfs het NOS-journaal heeft ja, precies, gehaald. Maar ik dacht, dit hier heeft een reclame. Dit heeft meer gedaan. Ja. Nee. Ik heb het letterlijk zelf bedacht. Nou, applaus. Ja, dat is cool. De grap is, dit is dus effectiever geweest dan die 3 miljoen die we in hetzelfde jaar hebben uitgegeven aan televisie-advertising. Echt waar? Ja. En, maar ook gewoon screw it, let's do it. Want dat, je bedenkt iets, je huurt er Sinterklaas in. Je denkt, we halen het hele personeel bij elkaar om deze prank nog een keer te doen. Of wist waar, die waren er ook niet inside the joke, zeg maar. Want je was iedereen aan het filmen. Nee. Ik zelfs mijn collega-directeuren waren niet op de hoogte. Dus die stonden ook echt... Die vond het niet grappig. Niet grappig. Oh god, grappig zeg. Nee. Okay. Maar toch wel weer eentje vindt het leuk en dan nog eentje vindt het leuk en dan gaat het dan ja, schaal. Ja. Wat ja. had jij voor foto's nog gevonden? Ja, zeg maar, okay, iedereen kent de website denk ik, maar hoe blijf je innovatief? Was wel interessant dat Ralf Hamer, CEO van ING, dat zichzelf ook afvroeg. En die is toen naar Silicon Valley gegaan. En die is toen eigenlijk op ontbijt date gegaan met een jonge start-up. Zodat hij ook begreep van, hey, hoe gaan die dan om? En die zei dat hij krediet kan analyseren op basis van social media gedrag. Mm-hmm. Dus denkt, hey, Pieter Zwart, goede betrouwbare gast. Oh, die kan dan heel snel dat digitaal doen. Dacht, we moesten even bij Pieter naar binnen gaan kijken hoe dat eruit zag. En toen kwam ik ineens ook wat innovatieve dingen tegen hoe jullie vergaderen en met elkaar overleggen. Grappig, ja. Wat zijn dit voor de Pac-Man-ruimte en dat soort dingen allemaal? Nou, wat ik me dan afvraag is, je draait een 500 miljoen omzet. Hoe hou je een cultuur van spelen vast? Dat is misschien wel de vraag. Dat is heel lastig. En tegelijkertijd kun je daar gewoon heel goed over nadenken. Cultuur is helemaal niet zo heel abstract. Cultuur is iets wat je gewoon kunt afpellen. Cultuur bestaat uit verhalen, bestaat uit taal, bestaat uit symbolen, uit helden, uit mythes, uit kleuren. En we hebben dat gewoon opgeschreven, dat klinkt heel corporate. Ja. Dat heet letterlijk de blauwdruk. De blauwdruk. Ja. Zo maak je iets Coolblue. En ik gebruik de blauwdruk eigenlijk nog steeds als pijlstok voor heel veel beslissingen. Is dit de manier zoals we het bij Coolblue zouden doen? Maar hoe dik is dat? Is die blauwdruk? Dat is een boekje van ongeveer 40 pagina's. Okay, wow. Maar vooral heel visueel. Ja. Dus het is echt niet eens heel veel tekst. En we proberen eigenlijk ieder touchpoint dat we intern hebben. Dus dat is hoe je wordt uitgenodigd voor een feest, tot hoe een facturentekst eruit ziet, tot het arbeidscontract dat je tekent als je komt werken bij Coolblue. Dat moet op een Coolblue manier gebeuren. En dat betekent dat er sommige woorden nooit gebruikt zullen worden, andere woorden juist wel gebruikt zullen worden. Wat wordt er nooit gebruikt? Toevallig was ik van de week... was ik boos geworden, want iemand had bij een persbericht een quote van mij geplaatst, die ik helemaal niet zelf had gezegd. Dat gebeurt, ja. En wat was het nou? Zwarte Piet zou gezegd hebben, we proberen op deze manier aansluiting te vinden bij een jonge academie te binden, of wat dan ook. Weet je, dus oké, wij proberen geen dingen, wij doen gewoon dingen, weet je wel. Dus pas niet. Nee. Vervolgens binden, dat vond ik ook een heel... Hoezo zou ik medewerkers vastbinden? Weet je, het klopt niet. Dus, nou ja, dat is een voorbeeld van... Ja, okay. En dat wordt dan ook echt... Er is zelfs een merkpolitietje, dus dat is een WhatsApp-groepje.
die foto's maakt van dingen die we van Coolblue zien. Die zeggen, oké, dit is niet zoals we het willen doen bij Coolblue. Oké, en wie zit er bij de politie? Ja, 5 mensen. Ja, ik kan de namen noemen. Nee, maar ik vraag me dan even af hoe dat zit. Ik weet niet, wilde jij nog iets laten zien, Pet? Nou, wat ik wel interessant kijk, en nu een beetje een grapje van hoe dan de kamer eruit ziet, maar dat is eigenlijk een weerslag van op een heel andere manier die je werkt. En toen was ik benieuwd van, dit is dan een weerslag van hoe het kantoor eruit ziet, maar wat zijn dan de basisprincipes zoals jullie binnen Coolblue de club, zo'n grote club, innovatief houden? Als je terug gaat naar die cultuur, dat gaat over gewoon verwonderen. Dus gewoon, comma, verwonderen. Dus enerzijds begint het met de basis, die moet gewoon super strak, hartstikke normaal zijn. Neem bijvoorbeeld dit kantoor. Dit zijn typisch de foto's die mensen altijd laten zien van ons kantoor. Wat je niet ziet, zijn de gewone werkplekken. Die zijn ontzettend saai. Right. Gewoon witte vloer, witte bureau, zwart pc'tje erop, zwarte bureaustoel. Doen we niet moeilijk over, lekker efficiënt, stapelt lekker door. Weet je, lekker flexibel, allemaal hetzelfde. Hartstikke gewoon. Maar dat wil natuurlijk niet werken. Nee. Dus comma, verwonder. Dus iedere vergaderruimte, een vergader is natuurlijk sowieso een rot woord, maar iedere meetingruimte, nou, die maken we echt knotsgek. En eigenlijk hoe gekker, hoe beter. Mm. Nou, dan krijg je dus dit soort dingen, waarbij je dus op spookjes zit van Pac-Man. En dat zit feitelijk ook in onze klantinteracties die we bouwen. Het is vandaag besteld, morgen in huis altijd. Weet je, dat is gewoon, dat mag je van ons verwachten. Maar het executielevel willen we echt boven de 100% hebben. Oh ja, maar gegeven het feit dat dat lukt, hoe kunnen we dit nou nog leuker maken? Hoe kunnen we nou een mondhoekje in dat proces omhoog brengen? En innovatie kan dus zitten of in het omhoog brengen van het kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld door nog sneller te leveren of weet je dat. Ja. En daarna, als het dan zo is, hoe kunnen we het dan nog leuker maken? Een mooi voorbeeld daarvan is Coolblue Bezorgd. We zijn onze eigen bezorgdienst gestart. Waarom namelijk? Omdat we heel erg verdrietig waren van de klantenfeedback die we kregen over het bezorgen van met name de grote goederen, dus de wasmachines. Mm. Onze dienstverleners, en we hebben er inmiddels 3 versleten, alle 3 de grote in Nederland, konden dat gewoon niet op zo'n manier doen dat onze klanten daar ontzettend blij van werden. Dus wat hebben we toen gedaan? We hebben een bus gehuurd, we hebben 2 sterke kerels van kantoor en we zijn zelf eens een keer 10 wasmachines gaan bezorgen op een dag. En gewoon eens meten van, hoe gaat het er blijer van? En dat is een heel intiem proces, hè? Want een wasmachine bezorgen, dat is niet een pakketje bezorgen. Een wasmachine, dat, A, dat gebeurt op afspraak. Ja. En B, nou, dan bel je dus aan en dan sta je daar met die wasmachine. En dan moet je dus dat huis in. Ja. Je komt letterlijk bij de klant over de vloer. Met een heel groot apparaat. In de praktijk met 2 grote stevige kerels. Je bent bang dat je stuktrap eraan gaat. Ja, precies. Ja. De trap op. Ja. Weet je wel? En misschien wel 2 trappen op. Ja. Daar staat ook nog een oude wasmachine. Dat vinden klanten natuurlijk heel fijn dat je die ook even meeneemt. Dat je hem ook even aansluit. Dat je laat zien dat die werkt en ook een klein beetje hoe die werkt. Mm-hmm. Oh ja, het moet ook nog eens snel zijn. Want het is natuurlijk ontzettend duur als je daar met 2 volwassen kerels en een busje staat. En dat tijd is geld en de klant wil er niet noodzakelijk zoveel voor betalen. Ja. Dus we hebben dat hele proces gemaakt van hoe kun je het nou zo doen dat een klant er echt blij van wordt. Nou, dat kun je meten, dat kunnen ze op het inhoud over hebben. Maar in ieder geval, dan blijkt dat dus te kunnen. Dus dan ga je dat schalen. Maar vervolgens gaan we het ook leuk maken. Dus hoe kan je het nou zo doen dat het leuk is? En dan ga je weer met andere mensen naar het proces kijken. Dus ja, hoe kun je het dan leuk maken? Nou, een van de dingen die altijd gebeurt is dat zodra je aanbelt, dan heb je nog niet die wasmachine in je hand. Waarom? Nou, je moet even zeker weten dat de klant thuis is, anders moet je die wasmachine terugzetten in de bus. Dus je belt aan. Nou, okay, mevrouw is thuis, meestal is de vrouw. Prima. En dan, nou, mevrouw, wacht even, ik ga nu even die wasmachine halen. Maar dat is zo'n awkward momentje van een minuut. Weet je wel? En dan. Dus wat veel leuker is, we hebben een klein doosje, gewoon een cadeautje. Dat ziet er ook uit als een cadeautje met een strikje erop. We bellen aan. Alsjeblieft, mevrouw, we komen je wasmachine bezorgen. Dan heeft die klant op dat moment, precies in die ene minuut, wat te doen. Nou, wat? Gewoon een doosje openmaken, strikje. En wat zit er dan in? Nou, wie had dat gedacht? Een paar samples van nieuw waspoeder. Slim. Nou, Procter & Gamble betaalt ons, schrik niet, maar liefst €5 daarvoor. Voor iedere keer dat we een doosje uitdelen. Dus dat is ruimschoots voldoende om die kostprijs goed te maken. En het is natuurlijk een leuke binnenkomen. Het, maakt ook het is hartstikke leuk om cadeautjes te geven aan klanten. Dat word je zelf ook blij van. Maar even, ik zou denken, een business gaat dat bedenken vanuit dat Procter & Gamble naar jou toe komt en zegt, god, kun je die... Nou, dan kan je lang wachten. Tot ja, nou, dat doen ze niet. Ja. Maar dit is dus wel een soort met van experimenteerachtig iets. Dit is van, zullen we het eens een keertje proberen, bij 10. Toch? Ja. En dan ga je dat ook meten van, lukt dit, A, B testen? Ja,
En dan opeens ga je het opschalen. Ik zat wel te wat ik wel zat te denken is van, krijg je het winstgevend? Want dit soort, ik zag gisteren één vandaag langskomen, die citeerde een man die zei, ja joh, die webshops, dat gaat om niet zo heel hard. Ja, die vertellingen. Ja, precies. Ja. Is dat wat? Ja, die vertellingen, ik weet niet waar die heeft leren rekenen, maar die man die verdient zijn boterham met het bijhouden van passantentellingen in winkelstraten. Ja. Dus die heeft maar één boodschap in het leven dat allemaal goed gaat komen met die winkelstraten, want anders is hij zijn brood kwijt. Dus. Mm-hmm. Kijk, feit blijft, en dat vind ik niet, maar dat wordt door CBS gemeten, ja, door GFK gemeten, gewoon door de overheid, dat consumentenbestedingen verschuift gewoon van offline naar online. Ja. Als ik kijk naar mijn eigen groeicijfers, ook dit jaar komt er weer 350 miljoen bij. Ja. Wat normaal in de winkelstaat zou worden uitgegeven, dat wordt nu bij mij uitgegeven. Nee, dat snap ik. Ik zie die groei. Alleen, aan de andere kant, laten we zeggen, ook zeggen, normaal gesproken zou ik naar een winkel toe gaan en douw ik zelf die radio in mijn winkelmandje en rij hem terug naar huis. Ja, voor wasmachines geldt dat niet, hè? Je doet meer dan dat. Dus ja. Jij moet ze allemaal naar die mensen toebrengen, terwijl je wel een redelijk lage prijs wil neerzetten. Dus kan dat allemaal uit die marge, is dan de vraag. Nou, ja, dat kan. De grap is dat je nu meer prijsagressie ziet offline dan online. Oftewel, Mediamarkt heeft jarenlang verkondigd dat ze de goedkoopste zijn, terwijl ze het niet waren. En heel eerlijk, vandaag de dag zijn ze het wel. Alleen niemand gelooft het meer. Ja. Dus dat is niet handig. Als je omzet omlaag gaat en je moet ook nog eens de goedkoopste zijn om überhaupt nog iets te verkopen, dan kun je ook wel veiligstellen dat dat is niet heel houdbaar. Nee, dat snap ik helemaal. Ja. Dus als er al vraagtekens zijn bij de houdbaarheid van het businessmodel, dan zou ik die als eerste zoeken bij de traditionele retail. Okay, want, okay. Ja. Zijn er mensen die vragen voor Pieter hebben? Die zeggen van, of wil jij een vraag stellen? Doe jij een vraag. Pieter, met heel veel ondernemers in de afgelopen 2 maanden gesproken met ING tijdens bijeenkomsten. En dan zie je bijvoorbeeld ook ondernemers die twijfelen van, hey, ik ga dan online. Bijvoorbeeld één ondernemer met 123deurmatten.nl, ik wist niet dat het bestond. Ja. Maar eigenlijk dan concurreer je rechtstreeks met jou. En dat is misschien ook waar Rens een beetje op doelt. Hoe kan je dan als ondernemer daar nog een plekje vinden? Dat is, dus als jij een niche product hebt, deurmatten, dan kan dat heel interessant zijn. En vroeg of laat komt natuurlijk iemand met een veel groter, efficiënter magazijn en die gaat ook deurmatten verkopen. En dan binnen dat aan sta je klem. Ja, dat kan. De oplossing zorgen dat je andere deurmatten hebt dan een ander, liefst eigen merk deurmatten of een verdedigbare niche. Als je die niet hebt, ja, dan komt er altijd uiteindelijk een keer een grotere vis die opgeteet. En daar is always een bigger fish. Is dit een winner takes all markt? Is dit gewoon als je tot top 3 behoort, dan kun je leven en de rest niet? Dat is heel, dat is vrij zwart-wit uit, maar ik ben wel geneigd om mee te gaan in die redenering. Ja. Okay. Ja. Vraag je? Ja, ik ben heel benieuwd naar, als je ziet dat de markt toch helemaal naar online verschuift, waar jullie natuurlijk begonnen zijn, waarom je dan toch nu winkels opent, eigenlijk tegen de trend in. Dus de markt verschuift inderdaad naar online, maar die analyse vergt toch ook enige nuancering. Die wordt vaak in de media niet gemaakt, dat is heel grappig. Neem nou bijvoorbeeld 2 productgroepen waar we groot in zijn. Eentje is wasmachines, eentje is televisies. In het keuzeproces van een nieuwe wasmachine, je gaat niet in een winkel uitproberen of die daadwerkelijk je onderbroek goed schoonmaakt. Weet je wel? En je gaat er ook niet heel van zien, dat is gewoon eigenlijk een vrij lelijk wit ding. Wat je wel relevant is, wat de Consumentenbond over dat ding zegt. Ook beste koop van de Consumentenbond, nou, dat is misschien wel een goeie. Vervolgens, waarop kies je dan de partij waarop je het wil gaan kopen? Waarschijnlijk om logistieke redenen, dus oftewel de prijs van de bezorging, de strakheid van, et cetera. Een aantal reviewpuntjes, dat soort dingen. Dat is iets heel anders dan wanneer je bijvoorbeeld een televisie gaat kopen. Ook een consument elektronica product, dezelfde categorie, maar een televisie. Nou, er zijn grofweg 2 soorten televisies in je huis. Eentje is zo'n 32 inch tv op je slaapkamer. Nou, dat boeit je niet zoveel, die moet vooral niet te duur zijn. En 1 statusverhogend ding in de woonkamer, wat vooral heel gaaf moet zijn. Die kies je waarschijnlijk zelf uit. Teleurstelling voor niet je vriendin, ja, precies. Ja, en dan ga je uiteindelijk een beetje steggelen over. Dan vind jij dat die wel heel groot mag zijn en zij vindt dat heel klein. Echt heel standaard. Dit meet erbij. Dit is echt gewoon, dit is hoe die gaat. Ja. We zijn zelfs een how-to aan het maken over hoe kun je nou je vroeg overtuigen dat die echt groter wel degelijk beter is.
wij willen heel graag dat het jou lukt om haar te overtuigen. De grap is dat groter is één ding, maar uiteindelijk, stel je voor, je zet wat filters aan. Je hebt gehoord dat Samsung beter is dan whatever. Dus je hebt een brand preference. Je hebt er ook, bent er ook achter gekomen dat je inderdaad echt 70 inch wil hebben. Maar dan nog, uiteindelijk wil je dan echt een 4K UHD TV of wil je toch 600 hertz of liever eentje die 500 piek goedkoper is. Je weet het niet. Je kan 20 foto's maken van dat ding, ja. Nog heel veel erbij typen. Je weet het nog steeds niet. Je wil het gewoon zien. Een televisie wil je zien. Het is een sensiopathisch product. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor hi-fi kwaliteit of andere producten waar bij feitelijk een... Dus wat je ook ziet is dat de online channel share van televisies, oftewel hoeveel van de televisies die in Nederland verkocht worden, worden daadwerkelijk online verkocht. Dat is relatief beperkt, dat is nog geen 20%. Mm. Terwijl voor wasmachines is het al boven de 50%. Dat scheelt gewoon factor 5. Dus daar zit verschil in. Ik loop even naar je toe. Ja. Ja. Dus in de winkel zelf zit je ook heel erg op de experience van de consument en de producten. Wij meten 5 effecten aan die winkel. De eerste effect dat we meten aan een winkel, zodra we in een stad een winkel openen, gaan we per direct meer online verkopen. Okay. Dus dat is extra omzet die niet door die winkel heen gaat, maar wel door die winkel komt. Daar kun je wel nog steeds duur van betalen. Dus dat scheelt. Heb je niet personeel betaald en niet de inrichting, maar wel duur. Dus dat scheelt. Tweede is dat er altijd een cohort klanten is. En daarmee bedoel ik ook, daarom stond ik ook aan op die verschuiven. Een cohort klant, dat is echt niet iedereen. Maar zegt zo'n 20% van de Nederlanders vindt het gewoon prettig om niet te wachten op een postbode, maar gewoon ergens naartoe te gaan en daar die transactie ook te maken. Gewoon betalen en gelijk meenemen. Hoef je ook niet te wachten op een postbode, prima. Typisch mensen met wat meer tijd in hun agenda, wat oudere mensen misschien. Perfect. Derde reden is advies. Oftewel, je wil misschien praten met een expert die jou even kan helpen bij het maken van die keuze tussen het een of het ander. Vierde is die sensiopathische beleving waar ik het net over had. Dus die koptelefoon waar je toch even het basgeluid van wil horen. En dat kan heel futiel zijn. Hè? Neem dan bijvoorbeeld een iPhone. Dan heb je, stel je voor je een iPhone 6, dan moet je een paar moment kiezen. Neem dan de iPhone 6 of de iPhone 6 Plus. Nou, dan kan ik heel verhaal vertypen, helemaal foto's maken van dat ding. Maar het enige verschil tussen die twee apparaten is 0,7 inch schermdiagonaal. Nou, dat is net zo saai als dat ik het zeg. Weet je wel? Ja, dat is echt het enige verschil. Je weet nog steeds niet welke je wil hebben. En pas als je hem aanraakt, in je hand of even in je borstzak hebt gestopt of in je broekzak, pas dan weet je welke je wil. Dat is helemaal de beperking van een website. Weet je, dat gaat niemand ooit op. Maar dan wil je niet de fout maken van de V&D die dik in de vastgoed ging zitten. Dus het wordt één winkel per hoofdstad of zo. Of per één winkel per grote stad, maximaal. Ja, je hebt wel voldoende mensen nodig die bij jou in de buurt van de winkel willen gaan wonen. Ja, dat klopt. Ja, okay. Zullen we het even nog één vraag? Ja, precies. Vroeger was het altijd sales, hè. Dan moesten we verkopen naar de klant toe om mensen om te praten. Daarna kreeg je internet, hè, dus een goede website. En nu heb je een nieuwe trend ook met social media. Hoe belangrijk is voor jullie social media geworden om nieuwe klanten te vinden en te krijgen? Een hele goede vraag. Het woordje social media is natuurlijk best wel breed. En ook dat proberen we af te pellen. Er zijn zogenaamde social media kanalen. Daar kun je content op produceren. Vergelijkbaar met dat flauwe filmpje. Weet je? Daarmee kun je iets doen met je brand awareness. Kun je zorgen dat mensen je in ieder geval kennen. En als mensen je kennen, dan gaat je conversie automatisch omhoog. Omdat mensen liever iets kopen bij iets wat ze al kennen dan wat ze niet kennen. Dus daardoor krijg je al extra verkoop. Echter op keuzeniveau heb je er niet zoveel aan. Dus dan kun je één mid-funneltje, kun je één tandje hoger gaan. Dat is bijvoorbeeld dat we nu op social media staan te blemmen de afgelopen 2 dagen... om jou te reminden dat het vandaag fantastisch weer zou worden en dat het misschien wel een goed idee is om te kijken of je een nieuwe barbecue ze willen hebben. Dus dan creëer ik een soort awareness mid-funnel. Dus je wist nog niet eens dat. Maar wij weten wel dat zometeen... Wij weten dinsdag al dat donderdag en vrijdag ontzettend veel mensen op zoek zullen gaan naar een nieuwe barbecue. Dat zie je aan het weerbericht bij jou. Ja, klopt. Right, oké. Okay. En dus dan gaan wij qua zichtbaarheid op het woord barbecue gaan we dan omhoog. En oh ja, dus op het moment dat jij op zoek gaat naar een barbecue, hey, daar vind je Coolblue barbecue proposities. En dus dat is eigenlijk mid-funnel. Vervolgens hebben we ook nog een hoger niveau. Bijvoorbeeld dat wanneer je iets bekeken hebt bij ons op de website of je hebt zelfs iets in je winkelmandje gedeeld, dan gaan we hier soms een beetje achterna zitten. Want ook, we zien wie je bent en ja, koop die barbecue die je hebt bekeken en dus specifiek dit ding nou eindelijk is. Ja.
Dus dat zijn eigenlijk op verschillende niveaus voorbeelden van hoe je social media kunt gebruiken om een degelijke rol te spelen in het koopproces. En zei Pieter, als je dat ding dan gekocht hebt, stop je dan met mij achtervolgen? Want ja, ik ben bang dus dat ze... Ja, nee, daar heb ik zelf last van. Cookie burning, ja, nee, ik heb er zelf ook last van. Denk, ik heb hem net gekocht, Pieter, hou op. Ja, ja, klopt. Ja, ik wil één kort vragen, dat in die programma, in het Business Boost, zijn ook twee ondernemers, zitten in de zaal en die hebben het bedrijf van hun vader overgenomen. Ja. Die maken onder andere bureaustoelen. Eentje is super gaaf, dat is een soort zadelstoel. Echt super gaaf. Die zit ook rete lekker. Alleen, pa die heeft... Pa die heeft een bedrijf opgezet, die werkt via dealers. En de jongens zeggen, ja, Daan en Mark, hey, misschien moeten we online. En zonder daar slimmer te zijn dan de markt, dacht ik, nu jij hier zit en jij zou dat in handen hebben, wat zou je dan doen? Want dat is een dilemma van heel veel ondernemers die zeggen, ga ik nou nog steeds via de dealers of ga ik nu uiteindelijk rechtstreeks? Het zogenaamde kanaalconflict. Ik zou er altijd mee experimenteren. Ik zou het altijd gewoon doen en daarna gaan kijken. Want anders weet je ook niet op welke... Kijk, als je het niet doet, dan ga je nooit de data verzamelen die je zullen bevestigen in het idee waarom je het niet zou moeten doen of waarom je het wel zou moeten doen. Dus dan sta je feitelijk gewoon feitelijk een religieuze aanname te maken van dat het een slecht idee is. Ja. En religie is voor op zondag. Goed. Ja. Dames en heren, geef een ontzettend applaus. Pieter Zwart. Dankjewel, Pieter. Dankjewel. Heel top.